Op een zomeravond op een terras in Gerwe treffen we burgemeester Roebe met 4 dorpsgenoten, druk pratend onder het genot van een drankje. De uitnodiging kwam van de burgemeester, die een aantal ronde tafelgesprekken gepland heeft, waarin hij met inwoners in gesprek gaat. Vanavond was een van de eerste bijeenkomsten met een gemêleerde groep mensen, in dit geval voornamelijk uit Gerwe, die met elkaar, met mij erbij, een gesprek hebben gevoerd over hele uiteenlopende thema's. We hebben het over de zorg gehad, over jeugd gehad. Het gaat over veiligheid. We hebben het gehad over verschillende doelgroepen hier. We hebben het deels over het woonwagenbeleid gehad. We hebben het gehad over de afstand tot Eindhoven, eventuele samenwerkingsverbanden. Een heel interessant gesprek, maar vooral ook menselijk interessant, omdat je hiermee mensen op een hele andere manier leert kennen dan even snel in een kwartiertje op kantoor. Omdat het gesprek vooral informeel zou zijn en de onderwerpen vooraf niet bepaald waren, was het ook voor Roebe even wennen. Ik had een ander idee van deze avond. Ten eerste had ik verwacht dat er tientallen aanmeldingen waren. En het waren geen tientallen, maar enkele. Maar dan wel enkele aanmeldingen van mensen die absoluut gespreksonderwerp hadden. Het tweede wat mij opviel van vanavond is dat de aanmeldingen mensen waren die op 1A allemaal namens een organisatie kwamen praten. En dat betekent 2 dingen voor mij. Ten eerste zijn wij als gemeente wel voldoende toegankelijk voor de organisaties. Daar moet ik even naar kijken. En ten tweede, hoe bereik ik dan de individuele Nudenaar? De mensen om de hoek, de kinderen van die op de middelbare school zitten. Dus misschien moeten we daar in de PR en de promotie van deze avonden, ochtend en middagen nog wat aan doen. Derde is wat mij opviel. Deze eerste avond organiseren we nu in Gerwe. En een aantal mensen hadden de perceptie dat die dan ook alleen voor Gerwenaren bedoeld is. Terwijl ik toch echt de burgemeester van heel Nuenen ben. Dus iedereen uit de hele gemeente is van harte welkom, onafhankelijk van waar we gaan zitten. Roebe wil het gesprek in gemoedelijke sfeer laten plaatsvinden, waarin geen enkel onderwerp taboe is en weinig regels gelden. Ik maak van tevoren met de mensen de afspraak dat het een informeel gesprek is met een aantal Nuenenaren onder elkaar. We maken met elkaar de afspraak dat we wat we bespreken, dat we dat gewoon netjes onder elkaar houden. Per keer kunnen 5 mensen deelnemen. Voor deze keer hadden zich maar 4 mensen aangemeld, maar de reacties waren positief. Wat ik vooral gedaan heb, is toegelicht wat wij in Gerwe aan het doen zijn. Als het gaat om ons dienstbaar op te stellen voor de gemeenschap. Te kijken in hoeverre wij het voor elkaar kunnen krijgen om de diensten aan de man te krijgen die we hebben georganiseerd. En hoe wij zorg binnen afzienbare tijd ook vorm kunnen gaan geven hier, als de Gerwse bevolking daar tenminste voor open staat. Hij heeft het niet met even woorden gezegd, maar het is duidelijk dat dat wel toegejuicht wordt. Dat dit soort initiatieven van de grond getild worden. Het was een heel spontaan gesprek. En ik vond het ook leuk om mijn gesprekspartners te kennen. Want ik kom zelf uit de kern van Nuenen. En ik heb nu collega's in Gerwe ontmoet. En die zich ook met een aantal onderwerpen bezighouden waarin we elkaar gewoon aanvullen. Dus dat vind ik ook, alleen dat al, zoals van de burgemeester, leuk dat je elkaar op die manier ontmoet. Ja. Ik vond het uitstekend om op deze manier gewoon informeel bij elkaar te kunnen zitten. En ik vind het heel mooi dat de burgemeester die stap gemaakt heeft. Ook Roebe was enthousiast en gaat met een stapeltje huiswerk naar huis. Er zijn in die krappe 2 uur behoorlijk wat dingen naar boven gekomen waar ik nog vanavond in mijn werk iets mee kan. In september vindt waarschijnlijk het volgende gesprek plaats. Mocht u interesse hebben, houdt u dan onze site in de gaten.